De grootste uitdaging van HR is om te zorgen dat de mensen die een vaste baan hebben, dat die meer flexibel ingezet kunnen worden. Kijk, wat we hebben natuurlijk als we het over flexibilisering hebben, over flexibele contracten en dat dat financieel niet gelijkwaardig is en dat soort zaken. Dat is allemaal waar, maar de echte HR-probleem zit dus in het, ja, dat die mensen weer gewoon aan het werk kunnen gaan. Het is wat makkelijk gezegd dat er zogenaamd wel weer andere banen zullen komen. Dat betwijfel ik zeer. Dus er is aan de ene kant is het de rationalisatie van bedrijfsprocessen die je niet tegen kunt gaan. Automatisering kun je niet tegengaan. Gaat allemaal gebeuren. Maar we creëren in de tussentijd wel een maatschappelijk probleem. Ik denk dat de zaak omgedraaid wordt. Dat een medewerker wordt eigenaar van zichzelf en zorgt zelf voor zijn carrièreperspectief. En HR helpt mensen om dat vorm te geven. En daarnaast gaat HR veel nadrukkelijker zich bezighouden met echt strategisch personeelsmanagement. Welke mensen hebben we nodig nu en straks en hoe komen we daaraan?